zijn hier op het grondgebied Knesselaren, op de grens tussen de provincie Oost- en West-Vlaanderen. We bevinden ons in het Drongen Goedbos, een joekel van een bos, 500-600 hectare, gemengd loofbos, met treven, met openstukken. Verschillende eigenaars, onder andere ANB, Natuurpunt, Privé en zelfs de militaire overheid beheren dit prachtig stuk. De vliegclubs die hier actief zijn, die zijn al actief sedert 40 jaar, denk ik. En we weten heel recent dat dat eigenlijk illegaal was. En zij zijn nu, met al hun kracht die ze ook maar hebben, zowel tot op het hoogste politiek niveau, om vergunningen te verwerven, om hun activiteiten te kunnen verder zetten. Die activiteiten zijn natuurlijk uiteraard heel rustverstorend. Sportvliegerij is rustverstorend. Waardoor het potentiële stiltegebied dat het altijd was, het Drongen Goedbos, eigenlijk in zijn bestaan bedreigd wordt. Wel, de gemeente heeft de laatste jaren toch enorme inspanningen gedaan om het Drongen Goedbos eigenlijk te ontwikkelen tot een toeristische attractie, laten we dat zeggen. Uit allerlei studies blijkt bijvoorbeeld ook dat het gebied uiterst geschikt is voor de ontwikkeling van passieve recreatie. Zij ondersteunen dat enerzijds, maar wij vinden toch wel dat de acties die ze daartoe ondernemen vrij beperkt zijn. De parkeerproblematiek bijvoorbeeld die er is, wordt door ons al jaren aangeklaagd. Men zegt wij zoeken een oplossing, maar eigenlijk is er geen oplossing. Dus auto's staan in de dreven geparkeerd, ganse weekend lang, waardoor dat de bermen en zo bedreigd worden. Groen heeft ook in het verleden acties ondernomen tegen het gemotoriseerd verkeer in de dreven. Dus er reden hier heel wat quads rond. Wij hebben aangevraagd om daar borden voor te plaatsen. Dat heeft een aantal jaren geduurd tegen dat die er stonden, maar uiteindelijk zijn die er dan toch wel gekomen. Dus dat was. Is er ook een problematiek van wildkrossen bijvoorbeeld, nu nog? Die was er, maar dankzij en ook in samenwerking met Maldegem, de nabijgelegen gemeente, is dat eigenlijk toch wel in orde gekomen. Het Drongen Goedbos is eigenlijk al bekend sinds meer dan 1000 jaar. Men noemt dat dan een Ferrarisbos, omdat het op de kaarten van Ferraris vermeld staat. Trouwens, de oude Brugse Weg, die noemt nog altijd de Brugse Weg en werd al gebruikt in de middeleeuwen om de verbinding tussen enerzijds Brugge en Gent te bewerkstelligen. Dat was eigenlijk de kortste weg tussen Brugge en Gent. We kunnen het nog altijd zien nu op de topokaarten. Als men het wel wil volgen, kan men het nog altijd volgen. Brugge-Gent. Dwars door het Drongen Goedbos was het niet dat het vliegveld een barrière vormde nog altijd.